Jongens, we zijn terug bij de World Cup en we starten waar we zijn geëindigd vorige keer. We zitten terug in de kwartfinales. Ja, kwartfinales. Zalig of niet? Ik heb eigenlijk bijna in één stuk door kunnen gaan terug naar die kwartfinales met African team en South American team. En ja. Let's try this shit. Nu hopen dat er niets misgaat en gewoon hopen dat we nu niet verliezen, want... Ja, dat kan ook nog altijd gebeuren. Het is niet dat we sowieso zeker zijn van winst. Dus ik ben echt benieuwd. De wedstrijd van vandaag wordt van commentaar voorzien door Jurie Mulder. Kandreva, zie ik daar bij hem staan. Who the fuck is Kandreva? Oh. Hopla, Theo Walcott. Kan Theo Walcott. Oh, hij heeft ook Bruma. Daar zullen we nog voor mogen oppassen. Oh, te ver van de voet. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Ze zouden links winnen als mij, weet ik dat ik daarvoor moet oppassen. Maar gelukkig staat Walker hier. Die ook fucking 9 snelheid heeft. Hup. Come on, Christian Benteke Leolo. You're true, motherfucker. Oh, mooi, 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 mooi. Daar heeft hij gelijk. Oeh, Suarez. Toch niet de Suarez, hè. Want dan kan ik begrijpen dat je daar een team rond wilt bouwen. Ja, zalig. Come on, give it through. Corner, corner. David Silva is onze cornerman. Oh, jammer, 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 jammer. Narsing zit ook in zijn team. Van Rijn. Nederlander van Rijn. Oh jeez, oh jeez. Mijn nieuwe verdediger die ik test. Oh, nee, ja, oh, yeah. We mogen ook eens geluk hebben. Oh my, dikke tackle, jongen. Mario, Mario maakt de goal voor ons teampje. Ruff, ruff, ruff. 1-0 voorsprong, altijd zo fucking belangrijk. Oké, Angry Dogs PL. Ja, volgens mij is het wel de Suarez. Corner! Haha, die keil moet al bijna zot worden. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Ah ja. Ramos. Oeh, Ramos. Dat is een Zuid-American team. De bal lijkt aan zijn voeten te plakken en hij. Ah ja, oké, ja, met Narsing. Oh, wat slecht van mij. Oh, ja, die zitten. Fuck, waarom deed ik dat als je Suarez de bal geeft aan weten dan te zeepen ze. Oh my god, dit ga ik mezelf nooit vergeven. Gelukkig had ik al een doelpuntje voor, want anders dan zou ik het weer niet meer zitten. Nee. Kom op zeg. Hopla. Nee, Fabio Quartararo. Jeez. Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus. Christian Benteke Leolo. Hij heeft vol afspel mogelijkheden. Allee, wat is daar de bedoeling van? Ramos.
Come on, jeez. Oh, speelt ook maar Raul Meireles. Oei, dan gaat hij misschien winnen. Hopla. We hebben hem nog. Ah, ik heb wel weer het meest balbezit, daar kreeg ik het van, hè. Als ik het dan niet afwerk. What the fuck? Hey. Tik hem. Hoho. Anthony Lopez in goal. Never heard of that keeper. Huh? Oh, Mario, blijven lopen. Ah. Walker! Oh, zou zo zalig zijn geweest. Nu staat aan mijn rechterflank. Oh shit. Oké, was het beste dat ik kon doen. Oh, die heeft hij nog. Wat is dat, jongen? Walker, super beast. Hey. Bruma on steroids. Wauw, niet zo. Nee, geel. Wauw, als dat rood zou zijn geweest, hè. Nee, was echt nog mooi getackled. Kijk, jong. Hij stukt gewoon over zijn eigen poot, jongen. Okay, we wisten wel dat de bal ook bij hem naar Bruma ging geraken. Ja, Walker die passeerde niet zomaar, ze boys. Oeh, rust 1-1. Twee schoten van mij, één van hem. Zo'n rustige match, amai. We beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Veel kijkplezier. Ramos. Terstegen, huilt. Achter en een hoekschop, geen doeltrap. Er is niemand om de hoekschop in het doel te werken. Kom aan, Walcott. Allee, hoe kan die de bal houden? Zo'n mighty tackle van mij. De verdediging is in vorm, ook op de flanken. Nou, van man staat hier rond mee. En zo raakt het bal weer kwijt op het middenveld. Ramos, Suarez vraagt om de bal en op zijn been te verdienen met deze lopmaas. Denk het niet. Oh. Ja, die zit. Oh, ik dacht dat hij erover ging. Wow. Theo Walcott. Dat was mijn vierkantje, hè. What the fuck? Oh my god. Hier was ik echt zo. Oh my, onderkant lat was dat. Damn. We staan voor. Woehoe. Van
Christian Benteke. Christian Benteke. Shoot it. Oh. Damn. Dat is ook wel een been. Geweldig, die commentaren soms. Hij draaide goed weg, maar schiet naast. Heel jammer. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog... Oh, Walker, man. Oh, hij is zo mighty. Zo fucking mighty. Baines. Baines, ha. Baines. Ah, dat was niet goed. Dat was niet goed van mij. Toen gaan we allemaal naar achter. Oké, allemaal terug naar voor. Oh, dat was wel mooi doorzien van hem. Ah, dat TK, jongen. Kom op. Score eens. Oh, mooi. Oh, mooi. Oh, mooi. Gepakt. Oh. Oh. 70ste minuut. Na het 1 goal voor. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Even een overzicht van het balbezit. Nou, dat gaat zo te zien wel gelijk op, hoor. Allee, damn, dat was slecht. Buitenspel. Nee. Sidas, ja wel, ik kan het ook net zeggen. Sidas samenspel, zeg. Jawel. Benteke scoort dan toch. 3-1, jongens. Woe, we gaan naar de halve finale. Hopelijk toch. 75ste minuut. Dit mogen we niet meer uit handen geven. Mr. Luis Suarez. Dat is al lang boos zijn. Probleemloos rondgespeeld. Hehe. Tikt ze, jongens, tikt ze. Bam! 4-1. Voetbal kan simpel zijn. Voetbal kan simpel zijn. 4 fucking 1. Oh my. We are into the match. Nu kunnen we wat beginnen trickshotten. Kug. Ik zie hem eigenlijk wel nog iets scoren. Super Mario! Oh! Oh, my zalige match nu, jongen. Ik dacht echt lang dat de match redelijk gelijk op ging gaan, maar als ik het nu zo zie. Onze. Ja, en de tijd blijft lopen. Haha. We zouden dat zeker onze David Silva geen kaart krijgt, want anders... Ah, ik wil hem echt hebben in onze volgende wedstrijd. Kom op, David Silva.
Jammer. Misschien eens 2 centimeter groter zijn, hè. Dat zou zo'n fucking beast zijn. En nu kapt hij. Zie. Oh. Dat is FIFA-ervaring. Dat is FIFA-ervaring. Haha. Op Silva, tje. Steekt hem door. Oh. Buiten zeker. Ja. We winnen. Er is niets aan te doen. We winnen. Tik, tik, tik. Nog één keer naar voren trappen. Oké, fluit maar af. Ja, fluit maar af. Of geef ons nog een kans. Oké, dat mag ook. Ah, niet. Kom, fluit nu maar af, man. Voilà, hè. 4-1 victory. We zitten er nog in. Nu eindelijk zonder fucking connection problems. En we gaan naar de halve finale. Oh yeah. Je is zich gekwalificeerd voor de halve finale. Oh yeah. 6 schoten van mij. En 4 erin, jong. Oh, oké. Okay. Oh, halve finale zeg. Oké, okay, zien we wat er in dat pakketje zit. En dan zit deze aflevering erop, ze. Kom op. Nayar. Ik ben Nayar van Israël. Nayar. Toch niet Nayar van Anderlecht, hè? No fucking idea. Oké, we gaan eens even naar de stats kijken. David Silva heeft in 10 wedstrijden 6 assists gegeven. Super zot. Balotelli in 6 wedstrijden 8 keer gescoord en een assist. Benteke in 3 matchen 3 doelpunten en 3 assists. Walcott in 10 matchen 3 doelpunten en 3 assists. Raul Morales in 8 wedstrijden 2 doelpunten en 3 assists. Verratti in 5 matchen 1 doelpunt. Walker 1 assist in 3 wedstrijden. Johnson in 3 wedstrijden 1 doelpunt. Bruma in 6 matchen 2 doelpunten. Vargas in 1 match 2 doelpunten en 2 assists. Dat is een map. Oké, maar we gaan dus naar de halve finale. En dat is dus voor volgende keer, hè, jongens. Hopelijk gaat onze winning streak door. Halen we de finale. En of dat we dan de finale winnen of verliezen, dat zullen we dan wel zien. Maar halve finale moet zeker haalbaar zijn. Oké, jongens. Ciao. Merci voor het kijken. Hè.